Hallo? Nou? Nou? Ja hoor. Trekt u de broek maar uit. Ja. Dan ga ik u eens even fijn in de kont neuken. Begrijp ik u goed? Dat u uw zure haring mijn endeldarm in wil laten zwemmen? Meneer, ik kan niet anders zeggen dan dat ik mijn koninkrijk en al mijn kamelen zal geven om mijn glimmende salami in uw bruine sterretje te mogen proppen. Dus u was van plan uw enorme genotsknots een holbewoner te laten worden van mijn meurende poepgrot. Ik heb inderdaad het stellige voornemen om mijn enorme hete tamp tot aan de balzak aan toe in uw stomende gierput te prakken. Met andere woorden, u gaat uw roze torpedo genadeloos tussen de bleke papperige slappe boterhamzakjes aan weerskanten van mijn door vliegen zo beminde harige kakpijp Ramon. Ik zal het u nog sterker vertellen. Ik ben wel degelijk van zins om mijn enorme zoute stengel met gezwinde spoed in uw pijloos diepe scheidbips te heien. In dat geval moet ik u wel verzoeken uw enorme kloppende snikkel voor al eerst in te smeren met een motorolie van hoogwaardige kwaliteit. Die heb ik helaas niet in mijn bezit. Dan gaat het hele feestje niet door. Prima! Prima! Hoe! En als ze flikkers doodslaan, dan vind ik nog wel oké. Maar liever een kerk, ja, dan een moskee. Ja, toch, meisje. Zo is het toch. Is je opletten,